Met algemene 33 stemmen is de wet verdovende middelen gisteren gewijzigd in de Nationale Assemblée. De wijziging houdt onder andere in dat de teelt van cannabis met een THC-gehalte van maximaal 1,5% niet meer illegaal is. De aanplant moet wel voor industriële doeleinden bestemd zijn. Parlementariër Krishnamathura vroeg zich tijdens de vergadering af of de regering wel controle zal kunnen uitoefenen op de planters van hennep. Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie, benadrukte dat de regering wel in staat is die controle te doen. Hij benadrukt dat de overheid de nodige voorzorgsmaatregelen in acht zal nemen bij de implementatie van deze nieuwe industriemethode. Mevrouw de voorzitter, er is een vraag gesteld over de controle en handhaving. Ik kan u ten aanzien daarvan aangeven dat de regering zeer zeker zal werken aan het versterken van de controleapparaten. Het is eveneens van groot belang dat voorlichting en awareness wordt geïntensiveerd. Er is een vraag gesteld over de monitoring. Er bestaat een negatieve lijst bij de import van goederen. En die zal worden aangepast. Ik kan u bijvoorbeeld aangeven dat ergotamine, waar het lid Matura naar verwees, reeds op de negatieve lijst staat. Dat betekent dus dat er hiervoor een vergunning vereist is. Er zijn stoffen die naarmate de tijd verloopt kunnen worden toegevoegd, dan wel geschrapt van de negatieve lijst, mede op basis van internationale adviezen op dit stuk. Assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons is blij dat ondanks de felle discussies het parlement breed achter de wetswijziging staat. Simons had wel een belangrijke mededeling voor de regering. We praten over drugs en over cannabis specifiek is er veel gesproken. Maar de andere middelen waarom we eigenlijk deze wet ontvangen hebben, de zogenaamde chemische drugs, die zijn bijzonder gevaarlijk. Niet alleen omdat ze mensen high maken, maar omdat ze echte schade aan hersenen en gezondheid brengen. Verder wil ik ook aandacht vragen, wat we in alle landen zien, dat voorgeschreven psychotrope middelen, dus de middelen die een invloed hebben op je hersenen, het gaat variëren van pijnstillers, opiaten, die legaal door onze medische dienstverleners worden gebruikt, dat we daar ook naar kijken. Ze zijn niet verboden, maar we zien in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, gelukkig zijn we nog niet zo helemaal zo ver hier, dat door veel voorschrijven daarvan we ook met legale geneesmiddelen er problemen kunnen ontstaan. Assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons gisteren na de wijziging van de wet verdovende middelen. Deze wet is met algemene 33 stemmen goedgekeurd.